1940. En hoe oud was mevrouw Telman toen? Amerika? Elf. Elf jaar, dat is ook een leeftijd dat ik ongeveer. Ja, dus het begin van de oorlog, toen ze 11 jaar was, heeft ze dat allemaal meegemaakt. Nou, ze is toen ook naar school gegaan, zo'n klein stukje. Later is er de burgemeester, heeft ook een lijst opgesteld. Een lijst van alle mensen die dus inderdaad in de Newton, daar, in de zeildraad hebben, gewoond. Dat zijn allemaal mensen, misschien kun je het niet zo goed zien. Maar op nummertje 12, daar staat haar naam. Daar staat Ingeborg. Boven staan haar vader en moeder. En hun naam en adres werd dus opgeschreven. En werd door de Duitsers dus gewoon in de gaten gehouden van dit zijn de mensen die Joods zijn. Er achteraan staat hoeveel grootouders ze van Joods afkomst waren. Luister goed. Lieve Treintje, leef gelukkig en tevreden. En de bloeitijd uw leven. En geniet in het jonge leven veel geluk en levensvreugd. Dit is de wens van je vriendin Inge. En dan komt er nog even de moeder. Mijn wens, zij kort en krachtig, doch hartelijk gemeend. Geluk blijft uw gedachten. En dat ge nimmer wenst, nimmer huilt is dat wenen. Dat wisten jullie wel misschien, dat weet ik niet. Wordt weer 4 april 1939, Marta Cohen. Ook was een moeder. En die heb ik altijd nog bewaard. En dan komt hij nog weer van passen. Het is allemaal zo lang geleden, 1940. Mijn vader en moeder waren nog niet eens geboren. Wat kan ik ermee? Ik moet verder. En dan struik ik over een steen, anders dan de ander in de stoel. Een steen, vertel dat hier iemand zomaar uit huis komt. Maar het was niet mijn familie. Ik ken haar naam en verder niet. Een vreemde uit een ver en bang verleden. Wat kan ik ermee? Ik moet verder. En dan struikel ik over een steen, anders dan de ander in de stoel. Een steen, vertel dat hier iemand niet meer thuis kwam. En al was het geen familie, al ken ik haar naam en verder niet, ik moet verder. En zorgen dat het nooit meer zo ver komt. Heel